Deze beschouwing, die is lekker voor het slapen gaan. Ik zal het rustig houden. Het is een onderwerp waar ik het vaak over heb gehad al. En wat dermate actueel is, dat je daar misschien wel iedere dag over moet hebben. Het verschil tussen mannen en vrouwen. En dan uh, vooral dat je kijkt naar hoe het nu in de samenleving gaat. Laat ik beginnen bij het beginnen. Oh ja, nog eventjes uh, voordat ik helemaal van start ga. Het is een heerlijke donderdag. Dus tien voor half tien in de ochtend. Om drie uur vanmiddag, dan sta ik weer achter de waskar. Dan ga ik weer schoonmaken. Daar ben ik zo trots op, hè? Bij de gehandicaptenzorg. Ik heb er nou al twee diensten gedraaid. Dus ik weet zo'n beetje wat er van mij verwacht wordt. Ik weet waar alles staat. Ik heb ook de, de gisteren nog. Nee, ik bedoel, eergisteren had ik nog een probleempje met een of andere vuilniszak. Maar inmiddels heb ik de, de passende vuilniszakken ook gevonden. Ja, dat soort dingetjes dus. En gisteren had ik alles prima op tijd af. En vandaag ga ik. Ik ga wat anders doen wat niet op de lijst staat. Maar dat ga ik toch maar even doen, in de hoekjes. <laughs> Even in de gang ga ik alle hoekjes af. Moet ook een keer gebeuren. Op de hand dan. Hè? Zo. Kan je niet die grote wisser gebruiken. Dan moet je met een doekje en een emmertje en dan door al die hoekjes zijn. Dan ga ik eens even lekker doen. En dan rustig doorwerken. Een uurtje of vier. Oh ja, en ik ga op de fiets naar mijn werk. Zo, voor het eerst. even kijken hoe ik moet fietsen, maar het zal niet moeilijk zijn. Nou, het verschil tussen mannen en vrouwen, en wat is dat? Ze hebben een verschillend lichaam, dat is duidelijk. En er wordt ook gedaan dat het alsof dat lichamelijke verschil er niet toe doet. En dat je met een penis en twee ballen en baardgroei en zo, dat je ook een vrouw kan zijn hoor. <laughs> dat kan helemaal niet, je kan, als je een penis hebt, kan je je penis laten amputeren. Dat wel. En als je geen penis hebt, dan kan je geen penis laten amputeren. Maar dat jij als man je penis laat amputeren, dat maakt jou geen vrouw. Ja. Het verschil tussen een man en een vrouw, dat vindt plaats, het onderscheid, dat vindt plaats op het moment van conceptie. Als de spermatozoïde in de eicel uh, drinkt, dan komt er een soort van explosie. Dat, zag ik, uh... dat was uh, Jurk Liesman, mijn Leuvense vriend. Je had filmpjes daarvan gevonden. Dat is een eicel die, uh, ja, waar, waar die, die celwand wordt doorboord door een spermatozoïde. En die stort dan de DNA in die cel. Hè. Op dat moment is er een poef. En dan komt daar een atoom uit, dat heet zink. Dat is een soort ijzer, uh, nee niet ijzer, metalig. Uh, een metaloïde of zo heet dat. Ah, zink, dat ken je wel hè. ...komt dus een pufje eruit. En op dat moment ligt het vast... ...of het een mannetje of een vrouwtje wordt. Het zit hem in het DNA, namelijk. Vrouwen hebben twee X-chromosomen... ...en mannen hebben een X- en een Y-chromosoom. Zoiets als kleurenblindheid... ...dat is een typische mannenkwaal. Want dat zit gekoppeld aan het Y-chromosoom. Zo is mij verteld bij biologie. Nou, die x-en en ijen toestand, dat kan je nooit meer veranderen, ondenkbaar. Je kan als man kan je een jurk aantrekken en je kan je make-up opdoen en, en een pruik, en, hoge hakjes en ja, zeg het maar, je kan je wel verkleden. maar het blijft een man. Je blijft te kunnen zien hoor. Of was het nou laatst? Was, het, was het bij Jesse Lee Peterson? Was daar een, een vrouw? Weet je, dat dacht ik. Hè. Die had een rokje aan, een hoge hakken en la la lange haren en opgemaakt. En een soort mantelpakje had ze aan. En toen zoomde die camera in en toen dacht ik, hè? Is dat maar geen uh, vrouw, dat is een man. En wat bleek, uh, die persoon had een geslachtsveranderende operatie ondergaan. Waarop ik gelijk dacht, zie je wel. Ja toch. Je kan het, je blijft het zien. Uh, heeft zo iemand... Hormoonkuren gehad, en een penisamputatie, en een namaak, schede. En je blijft kunnen zien dat het een man is. En mijn. Ja, hoe dat nou precies gaat, weet ik ook niet. Maar ik zie dat in één keer. Ik denk van hé, er, er, er klopt iets niet. En dan kijk je iets beter en denk ik: oh, het is een man. Of het is een vrouw met een hele, hele mannelijke trekken. Het heeft iets te maken met de kaaklijn of de jukbeenderen of ja, zeg het maar. Ik weet het niet. Misschien is het wel heel simpel hoor. Misschien dat het zelfs computersoftware is, die op basis van een foto gelijk kan zeggen. Oh, dat is een mannetje, oh dat is een vrouwtje. En dat het gaat om bepaalde verhoudingen. Tussen de afstand tussen de neus en het oorlelletje ofzo. En andere dingen. Mannen hebben grotere handen, grotere voeten, langere benen. Oh ja, de taille van de man ligt lager dan de taille van de vrouw. De taille van de man zit. Onder of, boven de, onder of ter hoogte van de navel. En bij de vrouw zit hij uh, boven de navel. De taille dus. Nou, dat kan je niet veranderen met een geslachtsveranderende operatie. Dan kan je niet je benen langer laten maken. En, hè, als jij wil dan man wil je een vrouwtje worden. Ja, dan moeten dus je benen moeten verkort worden en... Je handen en voeten moeten verkleind worden en je taille moet naar boven verplaatst worden en uh, je chromosomen moeten, alle eitjes moeten eruit en ja, hoe ga je dat doen man? Dus dat is schijnen. En wat je kan zeggen ja, is in het gedrag. Dat vrouwen meer in de emoties zijn. Van mannen wordt ook gezegd: van ja, mannen die moeten hun gevoelens leren uiten. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ja, wel, dat moet, want uh, als ze die gevoelens niet uiten, dan gaan ze die gevoelens opkroppen en dan worden ze ziek. Nou, daar ben ik helemaal niet eens. Met die uitspraak. Ja, waar die gevoelens waar je het dan over hebt, dat zijn gevoelens van stress. In, in de ruime zin van het woord. Hè. Verdriet, woede, teleurstelling, zeg het maar. Hè? Stress. En die kan je wel uiten, en dan kan iemand anders zeggen: Oh, het is vervelend voor je. Ja. Maar daarmee gaat u de situatie niet veranderen. Voor een man geldt dat als hij stress heeft, dat hij op zoek moet gaan naar de oorzaak van die stress. Want ik ben teleurgesteld, maar waarom eigenlijk? En dan moet je die oorzaak opsporen en daar een verandering in aanbrengen. Dat is de taak van de man. Ja, dat, is, dat heet de rationaliteit. En dat is iets heel anders dan emotionaliteit. Dat in de ratio moet je zetten. Mijn dochter die had het er ook over. Ja, zelfmoord komt veel vaker onder mannen voor dan onder vrouwen. Dus mannen moeten veranderen. Nee, natuurlijk niet. Mannen krijgen veel meer stress te verwerken dan vrouwen. Het zelfmoordpercentage onder mannen is, dacht ik, drie keer zo hoog. En het zelfmoordpercentage onder mannen is tien keer zo hoog. Ja, dat hoor je goed, tien keer zo hoog. Onder mensen die kort daarvoor of enige tijd daarvoor gescheiden zijn. Dus, ooit was een mens getrouwd. Toen is een mens gescheiden. En hebben, ja, hebben die mensen zelfmoord gepleegd? Nou, die plegen natuurlijk ook zelfmoord. En als je dan kijkt naar het verschil tussen het aantal mannelijke zelfmoordplegers. zelfmoordenaars. en vrouwelijke. Dan scheelt dat een factor 10. Dat is 10 mannen op één vrouw. En leg je daarnaast de, de wetgeving, de scheidingswetgeving erbij? Nou, de scheidingswetgeving is bitter oneerlijk voor een man. Bitter oneerlijk. Bij het gemene af. Ik kan er van meepraten, ik heb het zelf aan de lijve ondervonden. Slaat helemaal nergens op. Dat is een satanistische agenda. Zijn mannen worden aan alle kanten ja, het vuur aan de schenen gelegd. En massa's van ons uh, die denken: je bekijkt het maar, en die plegen zelfmoord. Maar dat betekent niet dat die mannen moeten gaan veranderen. Nee, dat betekent dat die mannen een eerlijke kans moeten krijgen. Kijk, een man die zijn vrouw slaat, of een man die vreemd gaat. Ja, die mag wat mij betreft, uh, hoef je daar hoef je de wetgeving niet voor te veranderen. Uh, de voogdij gaat naar de moeder, de moeder behoudt het huis en die man gaat alimentatie betalen. Punt. Maar als een man zijn vrouw niet slaat en als hij niet vreemd gaat en die vrouw wil toch scheiden, dan komt er een heel ander verhaal. En als dan blijkt dat die vrouw bijvoorbeeld vreemd is gegaan. dan lijkt het mij niet meer dan reëel. dan dat die vrouw gaat vertrekken. en dat die man de voogdij houdt. En dat die vrouw alimentatie gaat betalen. Zodat die man die achterblijft in dat huis met de kinderen. zodat hij een huishouder kan betalen. Want die man die zal waarschijnlijk overdag naar zijn werk moeten. He? En wie brengt dan de kinderen naar school? Sinterklaas of zo? Als ik premier word van Nederland, is dat een van de eerste dingen die ik aan ga pakken. De scheidingswet. Ik zou ook gelijk uh, het hele scheidingsproces. Nee, ik ben rationeel. Ik zou zeggen, uh, elk echtpaar, elke twee mensen die graag samen door het leven willen. Ja, stel maar wat voorbeeldcontracten op. Kies maar een contract uit. Kan je op internet uitprinten. Kost je helemaal geen rol. Allebei tekenen. In bijzijn van getuigen. Een paar kopietjes voor tante Jo en oom Gerard. En dan zijn jullie getrouwd. En geef het maar aan de gemeente door dat je getrouwd bent. Klaar. Doe je een kopietje, een van die kopietjes van het contract, die geef je aan de gemeenteambtenaar. Zeg ik: Kijk, we zijn getrouwd. En als dan een van beiden overlijdt. Maar ja, de gemeente hoeft dat niet bij te houden. Dat is niet aan de gemeente. Maar als een van beiden overlijdt, dan vervalt. De erfenis conform het wat er afgesproken is. De helft naar de kinderen. En de andere helft naar de overgebleven partner. Of alles naar de partner. Nou ja, bekijk het maar. Niet belangrijk. Mannen horen rationeel te zijn, vrouwen ook, maar die hebben daar meer moeite mee en de gedachte dat je de emotionaliteit van die vrouwen dan maar moet accepteren, dat slaat nergens op. Ja, dat is een groot probleem. Ik ken het ja. verhaal van een man en die is niet zo uh, handig met computers omdat hij dat niet wil. Het spreekt hem niet aan. Uh, dat is iemand die werkt graag met zijn handen. En zijn vriendin. Die houdt dan wel van computers en zo. en uh, Niet ja. om iets zinners mee te doen, maar dan uh, gaat ze computerspelletjes spelen of zo. En zij heeft dan wel uh, ja, mailen met de familie en je kent het wel. Lekker communiceren. Nou, en die man, uh, ik, ik speelde met hem in een band. En dan moest er een repetitie gepland worden, eens in de twee weken. En dan stuurden wij en elkaar gewoon die mailtjes in de rondte. Dus iedereen had zo'n mailinglistje gemaakt. Met drie mailadressen erin. En ja, iemand die ging even een mailtje maken. En die kwam er bij die drie anderen terecht. En die reageerde dan weer. Nou, je kent het wel. Dat werkte best handig. Nou, en hij had dus van ja, e-mail en zo. Dat doe ik niet aan. Maar ik vraag mijn vriendin wel even. Want die zit toch iedere avond achter de computer. Die houdt mijn e-mail wel in de gaten. Nou, en toen op een dag, toen uh, kregen wij allemaal van die vriendin van hem een mail, van of we daarmee op wilden houden. Want de inbox van uh, haar partner, die was volgelopen. Zoveel mails. Zij vond het best dat wij mailtjes naar elkaar stuurden, maar niet langer naar haar vriend, terwijl ze haar vriend had beloofd wat toegezegd van ja, ik hou het wel voor jou in de gaten. En tegen haar vriend heeft ze gezegd: Nou, je inbox is volgelopen, ik hoef het niet meer te doen. Nou, toen bleven wij dus maar doorgaan met zo dan onder ons drieën om een datum te prikken. En dan als laatste spraken we af wie hem zou bellen op zijn mobieltje. En hij kreeg het als laatste mondeling door. En als hij dan de betreffende keer niet kon, ja, dan kon het hele circus overnieuw beginnen. Want zij uh, had er geen zin meer in, daar kwam het op neer. Hij heeft wel, uh, uh, ze hebben een heel leuk huis en hij heeft in de tuin een sauna gebouwd. En dan gaat ze wel lekker met de dikke reet in die sauna zitten. Dat doet hij wel, en in huis ook, man. Allemaal tussenmuurtjes verplaatst en een handige schuifdeur gemaakt en. Uh, hartstikke echt, hartstikke een leuk huis, is dat geworden. Heel efficiënt, Nou, ja, dat vindt ze allemaal niet erg. Maar dan moet zij wat terug doen. Ho. Ja, ze emotioneel. Even de emoties schatten erin. Ja. Maar geen rekening houden met haar partner. Dat niet begrijpen. Ik hoef me om me heen te kijken naar de relatie tussen mannen en vrouwen. En Uitzonderingen daar gelaten. Maar het is allemaal even erg. Echt verschrikkelijk hoor. En degene die de kroon spant, dat is de, de moeder van mijn kind. Also. Jeetje zeg. En dan zit je met zo iemand bij de relatietherapeut. En de relatietherapeut heeft er helemaal geen oog voor. Bijvoorbeeld. Zij. zij ruimde niet op in huis. En ze maakte niet schoon. En we hadden een kind. Een troep dat het werd, man. En zij maar kankeren op alles en nog wat. Als er maar een zandkorrel verkeerd was, dan, oh man, was het huis te klein. De eerste therapeut die had hem gezegd van, ja, jullie moeten meer overleggen. Je moet je huwelijk zien als een samenwerkingsverband, net als in een bedrijf. En dan moet ook de afdeling facturering, moet de afdeling logistiek even waarschuwen van als het een of het ander aan de hand is. En vice versa natuurlijk. Dat wat de afdeling logistiek weet en waarvan iemand kan verzinnen van, hé, hey, maar dat zal financiën ook wel interessant vinden. Dan moet er eventjes iemand even naar financiën lopen en zeggen van, ja, die en die account, zus en zo... Je moet elkaar op de hoogte houden. En dat was naar aanleiding van het feit dat ik s morgens om kwart voor acht. stond ik in de keuken en dan werd er werd aangebeld. En er stond een vrouw, die ik helemaal niet kende. En die vroeg naar mijn vrouw, en die haal ik erbij. En er werden wat spullen overhandigd. En toen zei die vrouw, die vreemde vrouw, tegen mijn vrouw: ...van Nou, dat is dan 70 euro zoals we afgesproken hebben. En ik zou contant krijgen. Oh ja, zei de moeder van mijn kind. Die draait zich om naar mij en die zegt: Mag ik 70 euro? Ik zeg: Nou, die heb ik niet. Ik stond op mijn kousenvoeten met mijn kamerjas aan. Ik moest om negen uur op mijn werk zijn. En we moesten nog ontbijten. Ja, ik kan niet toveren. Hè? En zei: Kwaad, jongen. En dan die wildvreemde vrouw, die keek ook heel boos naar mij. Ja, is het hier? Uh, oh, is het, uh, er wordt jou toch netjes gevraagd voor 70 euro. Uh, waarom geen 70 euro? Hey, 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 zo, uh, dat is afgesproken, he? 70 euro. Ja, ik had geen 70 euro. Dat heb ik nu ook niet. Als je mij nu vraagt, mag ik 70 euro? Dan zeg ik, ja, uh, sorry. In mijn portemonnee zitten uh, twee tientjes, dacht ik. 25 heb ik het gehad. Ik pin eens in de week. had er niet met 70 euro de godganse tijd in de rond te lopen. Dat heb ik helemaal niet nodig. En dan die eerste relatietherapeut. Die, die zei dan tegen haar van, ja, heb je dat dan van tevoren tegen hem gezegd dat je de volgende dag 70 euro nodig had? Waarbij die relatietherapeut eventjes vergeet, uh, op een klein dingetje, maar zij spreekt dat eens dus af met die vrouw. Ze zegt niks tegen mij. Uh, en zij komt toch. Zij heeft er ook een pinpas. Dus Waarom is zij niet even langs de pinautomaat uh, gefietst als ze van de werk komt? Ze, komt ze er letterlijk langs. Ik, ik zeg dat, dat verzin ik niet. Dat is echt zo. Ze fietst langs de pinautomaat. Dan kan ze er van de, met de dikke billen van die fiets afstappen en even gaan pinnen. En die therapeuter daar dan zeggen, Ja, maar als je dan wilt dat hij dat dan gaat pinnen, ik zou ook niet weten waarom, maar waarom moet ik dat pinnen? Zij wil toch zo graag die spullen kopen? Nou, regel dat dan. Trut. <laughs> ja. Nou, Kom even simpel doen hoor. Maar die therapeut vond dan van ja, nee dan maar, uh, maar. Heb je dat dan van tevoren tegen hem gezegd? En de moeder van mijn kind zo van nee. nee. Nou, die, die, dan, hoe kan je dan nou verwachten dat hij dat in huis heeft? Nou, dat, dat verwacht ik gewoon van hem. Dat zijn mijn verwachtingen: dat hij dat even heeft. Kijk, snap je? Als de vrouw. Nou, als jullie therapeut, ik hoor al wat het probleem is bij jullie. Jullie moeten meer overleggen. En even later uh, werd ik geconfronteerd met iets wat zij had afgesproken met haar broer. En ik tegen, ik was helemaal stom verbaasd hè? en ik stapte dus op haar af. Ik zeg, hé, hey, jij hebt wat afgesproken met je broer. Ja, zei ze, dat klopt. Ik zei, ja, dat heb je helemaal niet met mij overlegd. Nee, zei ze dat. Uh... Dat inderdaad, dat klopt. Dat heb ik gewoon afgesproken met mijn broer. Ik zei: Ja, maar we hebben net een therapie afgesloten. en daarin werd gezegd dat we meer moeten overleggen. Waarop zij tegen mij zei: Meer overleggen? Ben jij maf? Die therapeut heeft gezegd: Je moet zo min mogelijk overleggen. Want als je veel moet overleggen, dan gaat dat ten koste van je persoonlijke vrijheid. En ze draait zich om en loopt weg. Kijk, dat is de vrouw. Zo zijn, dat is de moderne vrouw. Dus. En dan zou je zeggen, ja, nou, dit is wel heel erg wat jij nou schetst. Uh, nou, ga jij eens even goed in je omgeving kijken. Want het geldt niet voor alle vrouwen die ik ken. Zeg maar, van de, van de 100 vrouwen geldt dit gedrag voor 75 à 80 procent. Zeg maar, 1 op de 5 vrouwen die ik ken, die zijn. Ja, noem ik, uh, nou, dat noem ik maar even normaal. De rest, dat zijn doorgedraaide landrotten. Totaal niet gelijk een man. Dat is ook mijn dochter die dan kwam met die opmerking van... Ja, en dan uh, in beroepen dan uh, mannen en vrouwen met hetzelfde opleidingsniveau in dezelfde functie, dan verdient de man in de regel meer. Ja, dat is nogal weer dus. Punt 1: mannen komen meer voor zichzelf op. En punt 2: uh, mannen zijn meer waard op het werk. Dat is meerdere keren vastgesteld. In verschillende onderzoeken, dat je hebt twee personen, de ene is een man, de andere is een vrouw. Ze hebben in principe dezelfde baan. Ze hebben dezelfde opleiding. En aan die man, ja, die man heeft meer nut voor de onderneming. Dat is het verhaal van een algemeen directeur van een grote surfercompany in Amerika. Toevallig een vrouw. En haar viel het op dat als er dan de pleuris was uitgebroken, er moest een deadline gehaald worden. En ze ging om achter naar huis en liep ze nog even langs de zaal met programmeurs. Dat alle damesprogrammeurs, die waren al lang naar huis. En Alleen de heren zaten er nog. Ja, zei die algemeen directeur. Toen ik dat een aantal keren had gezien, dan was ik heel blij als zo'n vrouw ontslag nam. En dan moest ik een nieuwe programmeur aannemen. En dat werd geen vrouw meer. En nu werkt ze dus al eh, toen ze die, dat, dat, dat toespraakje hield. Ook niet zo lang geleden hoor, een paar jaar terug of zo. Staat op internet. Moet je zoeken. ICT CEO hires only men of zo. Of Female ICT CEO. Dus algemeen directeur op zijn Amerikaans is Command Executive Officer. CEO. Nou, zij zei, ze, bij mij uh, in de company, alles draait daarop, uh, het verkopen van software, En nee, dat moet wel getypt worden. Uh, alleen maar mannen. Punt. Toen kan mijn dochter dan zeggen van, ik vind het oneerlijk, ik vind het zus en ik vind het zo, maar dat ligt toch niet aan de mannen hoor. Dan mochten die vrouwen willen dat het aan ons lag. Dan mochten die vrouwen willen dat het allemaal kwam door de mannen. Dan kon het helemaal niet door. De moeder van mijn kind die, die wilde dan werken. Nou, haar baan dat was in beginsel 28 uur in de week. Ik draaide een baan van 60 uur in de week. En dan moest de huishoudelijke activiteit moest verdeeld worden waaronder zij verstond... nou, moeten we allebei evenveel uren aan de huishouding besteden. Nou, en zij was dan... ik deed elke dag uh, de afwas. Zes dagen in de week stond ik als eerste op... en maakte ik het ontbijt. Vier dagen in de week zorgde ik voor het avondeten. Ik deed alle zwemlessen met het kind. Uh, ik deed de huishoudster uh, begeleiden... eens in de twee weken. Ik, ik deed ook alles met de administratie. Uh, uh, nog wat dingetjes die oh ja als we met ergens naartoe moesten ik haalde de auto en bracht hem weer weg weet je allemaal die dingen voor het gezin Moeten de lege flessen die deed ik de vuilnisbak schoonmaken dat deed ik ook de vuilnisbak legen in de container dat deed ik ook ja. planten verzorgen dat deed ik ook nou, en daar was ik een aantal uren in de week mee bezig. Zij was ook een aantal uren in de week uh, bezig, zei ze zelf dan. Hè, oh, het was zo druk, oh, het zo druk, oh, zeg nou, uh, druk hoor. En wat deed zij in de huishouding? Zij deed de was. De kleren wassen voor drie personen. En één keer in de week maakten ze ontbijt. En drie keer in de week. Uh, Maakte ze het avondeten. En daar was ze net zoveel uren aan kwijt als... Uh, tenminste, vond ze zelf dan. Hè? Oh, wat had ze in het druk. En dan zat ze rustig met haar moeder aan de telefoon. En zei ze, ja, ik heb het zo zwaar hier. Want uh, Perry doet helemaal niks in huis. Waar mijn dochter bij zat, hè? Mijn dochter werd ook niet beter. Van, ja, papa is heel gemeen, want die deed helemaal niks in huis. Nee. Nee, uh, papa die deed elke dag de afwas. Zes dagen in de week stond hij als eerste op en uh, een hele rijtje af. Hè? Nee, het probleem zit hem niet bij de mannen. Het probleem zit hem bij de mannen uh, voor zover... En Daar heb ik me ook, ook uh, schuldig aan gemaakt... Dat je je laat verleiden tot buitenechtelijke seks. Dat klinkt een beetje ongelooflijk oersaai wat ik nou zeg, maar daar zit er wel uh, de oplossing. Je moet niet de koffer induiken met iemand die je niet of nauwelijks kent. En ik kende ik die vrouw enigszins, maar ik kende haar niet goed en zij speelde toneel. En daar kom je pas achter. Nadat je de maanden, maanden mee hebt omgegaan, dan leer je iemand kennen. En voor die tijd moet je er geen seks mee hebben, punt. Echt niet doen. En dat is dan jammer voor je testosteronbreintje... En hoe dat dan uh, opgelost moet gaan worden, iets van veel koude douches nemen of zo. Ja, jij bekijk het maar. Maar ik kan je als, hè, tegen de mannen kan ik vertellen, van ga niet in op die seksuele erotische avances. Niet doen. Dat slaat nergens op. Je zal maar zo iemand die jij niet of nauwelijks kent uh, per ongeluk zwanger maken. En dan? Dan ga je of je, je kind in de stil. Laten we even vanuit gaan dat je iemand hebt leren kennen. en die deugt voor geen meter. Wat in het geval van de Westerse vrouw een kans is van 8 op 10. 4 op de 5, de die deugen niet. een ramp. Als je, als je daar de rest van je leven aan vast zit. nou, dan maak je tieten man nat. Dat wordt niet leuk, jongen. Die hebben een grote mond, die gaan je domineren. En het is nooit goed. En... Ja. Tenzij je een ongelofelijke massogist bent of zo, zou ik er niet aan beginnen. Nou, voordat je erachter bent, kost je misschien wel een jaar. En in dat jaartijd, in die jaar, in dat jaar, in die, nou, in die maanden, geen seks. Gewoon een kusje bij afscheid, dat is leuk genoeg. En dan kun je zeggen: ja, maar ik wil helemaal geen relatie met een vrouw. Het gaat mij puur om de seks. Dat is uh, punt 1: het is immoreel. En punt 2: uh, dan blijft de vraag: wat ga je doen als het me dan toch per ongeluk, tussen aanhalingstekens, zwanger raakt? Wat ga je doen? Zeg het maar. Want leuk wordt dat niet, man. He, als jij, dan kan je zeggen, nou, dan, uh, dan neem ik gewoon het adagium. Uh, wie het krijgt, mag het houden. Dus uh, als zij zwanger is, uh, ja, daar heb ik verder geen last van. Ik ben naar uh, pleiten. Ja, je hebt wel een kind op de wereld gezet. Hè? En een vrouw kan in er eentje een kind niet opvoeden. Dat hebben de alleenstaande moeders van deze maatschappij uh, uit en te na bewezen. Dat komt niet verder dan een zielige vorm van kinderverwaarlozing en kindermishandeling. En dat produceert kinderen op met een, met een wrok. En dan begint het hele gezeik. Dat begint weer van vooraf aan. En daar ben jij dan mede verantwoordelijk voor. Homo. Nou, mijn dit vind ik beledigend. Nou, het kan niet beledigend genoeg zijn voor dat soort mannen. Een chemische castratie op eigen kosten zou ik zeggen. Een anders gewone castratie. Ja, dat mag namelijk niet. Je, je dient als mens je verantwoordelijkheid te nemen voor de nieuwe generatie. Heb je dat goed begrepen? Heel, iemand moet een, een andere weg in gaan slaan. Iemand moet gaan luisteren naar mijn woord. Mannen en vrouwen zijn verschillend. En de mannen die gaan niet veranderen. De mannen gaan terugkeren naar wie ze hadden moeten zijn ooit lang geleden. En hoe dat afgesproken was. En weet je, een of andere krachtterm, hè? weet je nog hoe het afliep met Adam toen hij luisterde naar Eva? Want Eva zei van nou, God is een ehol. Want uh, die boom in het midden van het paradijs, daar kan je wel lekker van eten, heeft meneer de slang, heeft me dat verteld. Hier, neem ook een hapje. Toen dacht Adam, goh, ik luister voor de verandering een keertje naar mijn vrouw, want ze heeft van die lekkere tieten. Ja, wat was het toen ook alweer? Afgelopen met het paradijs. Je moet niet luisteren naar je vrouw, je moet niet achter je pik aanlopen. Moet het nationeel blijven. Als je vrouw komt naar je toe en die zegt: Nou, uh, we gaan wel lekker eten van uh, de boom uit het uh, midden van het paradijs. Hier neem ook een hapje. Dan moet je als man zeggen: van, uh, Sorry. Jij hebt wat gedaan? Jij hebt gegeten van de boom. We kennen ze goed en kwaad. Ben je helemaal van de ratten besnuffeld? Denk je dat God daar blij mee is? Wij wonen gadak hier in het paradijs. Wij hoeven niet te werken. Wij kunnen de godganse dag in onze blote kont in de rond te lopen en we weten niet eens of we in onze blote kont in de rond te lopen. Zo vrij zijn wij, zo onschuldig zijn wij. Zo beschermd leven wij. Wij hebben volop te eten elke dag. Van de vruchten, van de bomen en de struiken. En dan is er één boom waar we niet van mogen eten. En dat gaan we even lekker wel doen. Ben je helemaal gek geworden? In Groningen hadden ze zo'n liedje van. En Adam sloeg Eva met de sukkerbieten voor de kont. Hola die hola die ja. Nou precies. Dat had Adam moeten doen. Stomme homo dat hij is. En jij bent net zo'n sukkel. Als jij heden ten dagen, nou, we zullen zeggen dat het paradijs was. Zesduizend jaar geleden of zo. Ja. Nou, dan niet veel verandering, hè? Ik ken het verhaal van een man en die had seks gehad met een vrouw. En toen hij lag te slapen is die vrouw het bed uitgeslopen. Heeft die condoom uit de prullenmand gevist. Binnenste buiten gekeerd. Zichzelf bezwangerd. En dan vervolgens zeggen we, nou, ik ben zwanger van jou. En die man zou, uh, oh man. Dat is Amerika, daar is de scheidingswetgeving nog strakker. Nog meer ten faveur van vrouwen. Nou, die man's sociale leven en alles, dat is mooi voorbij. Die kan betalen. Elke maand. En zijn vrouw en zijn kind ziet hij niet. Maar dok kan hij wel. En gaat zij werken? Nee, natuurlijk niet. als zij gaat werken, vervalt die alimentatieplicht voor een deel. Dus dat gaat ze helemaal niet doen. Nee, dat mag hij doen. Snap je? Zo gaan die dingen... En het is aan ons mannen, even voor die meisjes mogen ook mee luisteren. Wij mannen, wij moeten gaan veranderen in die zin dat wij terug moeten naar wie we moesten zijn. En vrouwen moeten gaan veranderen op precies dezelfde manier, behalve dat je dan, eh, eh, dus wij mannen moeten niet luisteren naar die Eva die toch gedaan heeft wat God nog verboden had, en Eva moet leren luisteren naar de man. Punt. En wat je nu hebt in het Westen, dat is het matriarchaat, waarbij de vrouw uh, die loopt van alles te beweren, van alles te commanderen en we moeten maar naar haar luisteren. Ja, neem zoiets als abortus. Dat is het recht van de vrouw. Ja, het recht op wat? Het recht op moord? Want ik, vrouwen zeggen dan zo makkelijk: oh ja, het is mijn lichaam en ik doe met mijn lichaam wat ik wil. Uh, het grote punt is dat als jij een eicel hebt, dan die eicel dat is een onderdeel van jouw lichaam. Dan geef ik je cadeau. Hè? Je eileiders zijn van jou, en je baarmoeder is van jou, en dat is allemaal van jou. Je borsten zijn van jou, je benen, je knieën, dat is allemaal van jou. Dat kunnen we heel makkelijk vaststellen. We gaan eventjes een DNA-testje doen. Maakt niet uit waar we het monster van nemen... van je speeksel, slijmvlies toestand of van je anuskanaal. Dat maakt niet uit. Overal zit hetzelfde DNA. Dus dat is jouw lichaam. Ja? Maar... als jij zo gasvrij bent... om jou te laten penetreren... door een ander... en die spuit zijn kwakje in jou leeg... En jij hebt heel toevallig zit je in je ijsprong, en er raakt een eicel bevrucht. Dan is dat DNA van die eicel die bevrucht is, dat is niet meer gelijk aan jouw DNA. Niet. Dus die bevruchte eicel is als enige cel in jouw lichaam geen lichaams-eigen cel. Dat is een ander lichaam. Dus ja, je mag met jouw lichaam doen wat je wil natuurlijk. Ja, dat blijft dan nog steeds. Maar niet met die bevruchte eisen. Een kwestie van logica. En dan kan zo'n vrouw er geen zin in hebben. Een opzien tegen de verantwoordelijkheid. Ja, en dan kom je terug op dat iets wat vrouwen dan... Het verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn veel meer toekomstgericht. En vrouwen dan kennelijk niets. En die gaan maar lekker op hun rug liggen en denken van, nou ja, zien we zien wel wat er van komt. Ja. Ik bedoel, de man die zo'n vrouw uh, waar die zijn penis in stopt, nou, hè, dat heb ik net verteld. Van mannen, dat moet je niet doen. Ja. Geen seks buiten natuurlijk. En ook niet, uh, huwelijk is niet trouwen voor de wet, dat interesseert me niet zoveel, maar uh, geen seks met een vrouw die je niet of nauwelijks kent. Je hebt een vrouw tien keer gezien, twee keer uit het eten geweest, een paar keer een dagje uit of zo, maar dan ken je een vrouw nog niet. Hè? Je leert een vrouw kennen als je er ook ja, als je de maanden, een jaar of zo mee om bent gegaan en je hebt ook tegenvallers gehad en ook nog een keer samen naar een begrafenis gemoeten. En, ah, je, je kent het wel. Hè? En als jij dan op een dag tegen jezelf zegt in de spiegel van... ...goh, ik zou die vrouw wel als partner willen hebben... ...dan ga je dat opbiechten tegen die vrouw. En dan vraag je haar uh, ja, ten huwelijk. Niet om naar het stadhuis te gaan, maar je vraagt haar ten huwelijk. Je zegt, wil je met mij de rest van mijn leven doorbrengen? En als zij dan zegt van, ja, dat wil ik wel met jou... Nou, ...dan ga je dat vertellen aan haar ouders, dan ga je dat vertellen aan jouw ouders. Ik zou het uh, bevestigen met een leuk feest... En dan ben je getrouwd. En dan kan je uh, lekker seks gaan hebben. Ja. Kan je het nog steeds. Uh, ja, er kan nog steeds van alles fout gaan. Maar de kans dat er van alles fout gaat. heb je dan wel met een factor 10 à 100 teruggebracht. Snap je? Dat moet een man doen. Maar diezelfde verantwoordelijkheid geldt voor een vrouw ook. En dan de uitvlucht zoeken van abortus. Ja, dat is. Fucking moord. Ik mag er wel fucking zeggen. Het gaat hier om moord. Het is een, een tweede individu die in je buik zit. Dat hoort hem een keer bij de vrouw. Ja. Ja, één van beiden. Uh, Eén van beide moet het kind dragen. Klaar. En degene die dat doet, dat noemen wij de vrouw. Ja, denk er maar even over na. En dat betekent niet dat als je dat kind draagt dat je dan het recht hebt om dat kind te laten vermoorden wanneer het je niet bevalt. En de moeder van mijn kind die heeft uh, mijn tweede kind laten vermoorden. Het kind was 14 weken, 3,5 maand. Het is dus, uh, was In totaal is een zwangerschap 40 weken. Hè? Dat is bijna op de helft. En zes weken van de helft verwijderd, man. Dat mens was al zo groot als mijn hand. Het had al een bloedsomloop en een hartslag. Spieren deden het al. Ja, het was al. Ja, cognitief aanwezig. Het ervaarde al op een. Op een voor ons. Eh, duidbare manier. Het heeft al een pijnsensatie. Dat is ook vastgesteld. Hè? In Amerika hebben ze een proef genomen. dat ze tijdens een abortus eh, gebeuren. dat dan. De, de dienstdoende arts die het allemaal mag gaan uitvoeren. dat hij dan op een. ...een beeldscherm ziet waarmee hij bezig is... ...dan kunnen ze met sonor. Weet je, waar je ook bij een normale zwangerschap... ...of normale zwangerschap... ...doe je dat ook, ga je kijken of er helemaal... ...een jongetje of een meisje is of zo. Of het hartje klopt en al die dingen. Nou, dat kan je ook doen tijdens een abortus. Dat is veel veiliger... ...want dan hoeft die arts dat niet... ...op zo'n gevoel te doen. Want we zitten te pokeren... En dan gaat een soort stofzuiger... Uh, ...stang, stang, niet eens een slang... ...maar een stang van glas... Ja, die duiken ze, die douwen ze dus in uh, de baarmoeder en dan gaan ze zuigen. En dan zuigen ze die baby uh, beetje bij beetje eruit. Maar ja, als je mis zit, dan, dan zit je aan de baarmoederwand uh, te zakken. En dan trek je zomaar een stukje baarmoederwand eruit en dat is levensgevaarlijk. En een verschrikkelijke ontsteking aan oplopen. Dus het is veel verstandiger om te werken met een sonor. Dat hebben ze een paar keer uitgeprobeerd. Maar die dienstdoende artsen, die dus op zo'n beeldscherm zagen wat ze aan het doen waren in de buik van hun moeder. die kregen daar dermate grote psychische problemen mee. Die werden depressief, die wilden stoppen met het vak. En ja, die zagen waar ze mee bezig waren. Ze zagen dus dat dat kind uh, wegtrekken, weg willen van die stofzuigerstang... Dus dat kind probeerde. Ah, ik word armen, ah, Ik wil weg, ik wil weg, ik wil weg. Nou, dat doe je één keer. Dat je denkt, wauw. Oh, dat doe je nog een keer. En dan uiteindelijk moet je kotsen naar de wc natuurlijk. Want dan besef je wat je aan het doen bent. Abortus is moord. En het verschil tussen mannen en vrouwen is dat het met name mannen zijn. Die dat snappen. En dat het met name vrouwen zijn die vinden dat het hun recht is. In de hedendaagse maatschappij hè? Er is een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen, zou ik zeggen. Ja? Nou, hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, <laughs> zeg ik op zijn hamburgs Tjus en dag lieverds.